dit is van de wan, ja. Zeker. Eh? En de Berenburgs maken die kalm liggen goed in dit. Dus, dit is een cadeauwinkel en wie doe ik in strijkproducten. Mijn relatiegeschenken en strijkproducten had in wien, jams en mosterds en huning en et cetera et cies. En dan kun je een mooi cadeau voor samenstellen, litten. Lekker bonenschotel maken van waardbientjes. En wat krienten erin, van paprika, celery, even in de oven. En dan haal je een hele lekkere streekoverschotel, kan ik maar zeggen. Zou je nog eens wat uit de streek proeven willen. Wat was je nu van het initiatief van die oversteerde winkeltjes? Dat vind ik prachtig. Dat maakt al een beetje bestemmelijk worden. He, want dat is toch een stukje ja, Friese cultuur, daar hebben we dan wel wat wies op bezig mee. Ja, nou ja, van de morgen was het heel rustig. Ik kon van de mooie buurt reden sliepje liggen en nou, ik mag zeggen, de opkomst is heel bedroevend. Maar vanmiddag hebben we het wel aardig druk hier, mag ik zeggen. Dus trend nog vanmiddag constant rood. Dus ja, een paar honderd man of zo, denk ik. We doen alles onder. Ik ben bij alle keer west, dus dat is wel leuk. Dit is de laatste? Nee, we moeten nog even naar de theetuin. In Twizelig Heide en dan is het halt die beurt. Dan kunnen we naar Hoesta. En dan vullen we het in. De vorige keer ga ik een prijs won, dus ik moest jij dat nou nog een keer. Hoe smaakt het snel, Joost? De reacties die waren goed. Ik had ze al net proeven, want ik haal genoeg van de geur. Ik had er al zo lang in staan met ze hier, dus, maar de meeste vinden het wel. Veske, wie dat? Van Nick en Simon. Kijk omhoog. Doe flusters hier alleen wat op met een stukje mooie pianomuziek. Ja, een beetje het de bezoekers vermaken. Wat vond je het mooiste van de route? Ik vond het mooiste van die hele route dat het al je samen wat is. Het is alles aan mij, maar het is een groot hechtepunt. De hele afstedentocht.